Waarom lukt het maar niet de zaken op orde te krijgen? Aan tafel zijn aangeschoven Arre Zuurmond, ombudsman Amsterdam en oud-hoogleraar ICT in het openbaar bestuur. En Eelke Blokker van het Instituut voor Publieke Waarden, dat oplossingen bedenkt voor problemen in de publieke sector. Meneer Blokker, er gaat dus van alles mis bij de overheid. Ik heb net wat van die diensten genoemd. Ja. Ziet u, in, over dat hele grote veld genomen, ziet u daar een patroon? Wat ik in mijn praktijk zie als patroon is dat mensen die vastlopen in bureaucratie, dat die vaak meerdere problemen tegelijkertijd hebben, met meerdere organisaties te maken hebben die zo hun eigen bureaucratische afspraken en routines hebben. En die zijn niet op elkaar afgestemd. Dus op het moment dat jij en schuldhulpverlening nodig hebt en een woonagentie, dan krijg je beide niet. Omdat voor schuldhulpverlening een adres nodig is en voor woonagentie moet je je schulden geregeld hebben. En dan blijf je dus verstoken van hulp. Wat je dan wel kunt krijgen is een plekje in de maatschappelijke opvang. En die dat kunnen we bureaucratisch wel veranderen. En die is ellendiger en duurder. Ellendiger, duurder En overvol. En overvol. Zijn er meer factoren die... Absoluut, er zijn een paar hele grote factoren. Het werd er net ook in het vorige item genoemd, bezuinigingen. Er is jarenlang bezuinigd op de kwaliteit van de uitvoering. Ja. Dat betekent dat professionals eigenlijk een te grote werkdruk hebben. En dus niet de dingen kunnen doen, daar de tijd niet voor hebben. U zegt kwaliteit van de uitvoering, professionals. En niet alleen dat. Ondertussen hebben ze ook steeds meer regels gekregen. En hele specifieke regels waar ze zich aan moeten houden. Ze zijn dus eigenlijk helemaal dicht geregeld. Dus dat zou ik een aparte verklaring noemen. Ja. En dus er is steeds minder ruimte voor die professional om te doen wat de bedoeling is. Ja, dus we hebben even factor 3 nu schetsen. Er is een kloof tussen beleid en uitvoering, zegt u. Je hebt politici en beleidsmakers in ministeries en andere plekken. En die bedenken beleid waar de professionals die moeten uitvoeren, niet meer uit de voeten kunnen. Nee, niet meer uit de voeten kunnen. En het beleid is zo instrumenteel ingericht dat iedere professional zijn eigen beslisboom heeft gekregen. En we hebben gezegd... Geeft u eens een voorbeeld van, want dit wordt erg abstract anders. Het voorbeeld van van een mevrouw die haar huis verlaat omdat ze vanwege huiselijk geweld daar niet meer kan zijn. Mm-hmm. Gaat bij een vriendin logeren. Die vriendin die vraagt na een maandje, ga je eens een keer ook weer weg? Blij dat ik jou kan opvangen. En zij meldt zich bij de afdeling urgentie voor een urgentiewoning. En die toetsen haar situatie en zeggen, u heeft een acuut probleem. U bent feitelijk thuisloos. Maar helaas, we kunnen u niet helpen, want u heeft nog een restschuld op uw woning. En zij gaat naar een andere afdeling van dezelfde gemeente. Ze vraagt aan de afdeling schuldhulpverlening, kunt u mij helpen? En die vragen als eerste, heeft u een adres? Ja. En wat ze wel kunnen doen, is haar doorverwijzen naar de maatschappelijke opvang. En de kinderen, want er is geen plek in de maatschappelijke opvang voor die kinderen, die kunnen dan van een pleeggezin gebruik maken. En dat kost de samenleving voor dit geval 100.000 euro... voor eigenlijk zorg die mevrouw niet nodig heeft gehad. En dat komt vanwege die bureaucratische routines. En de oorzaak, wij noemen dat rotonde zonder afslagen. Mensen beginnen, zodra hun probleem wat complexer is, dan zijn ze wel meerdere regels afhankelijk. En die regels passen niet op elkaar. Daar is ook niet genoeg over nagedacht. En dan kom je op een rotonde zonder afslagen, want je hebt geen adres en daardoor heb je geen uitkering. Omdat je geen uitkering hebt, heb je geen recht op schuldhulpverlening. En omdat je schulden niet saneerbaar zijn, krijg je weer geen nieuwe woning. Ja. En zo word je rondgeduwd op een rotonde zonder afslagen. Wat gaat er mis bij die modernisering van grote overheidsdiensten? Nou, als je het heel abstract zegt, modernisering is het eigenlijk vaak niet. Het is, ik noem het een postkoets met hulpmotorsyndroom. Legt u dat eens uit? Ja, dat is best ingewikkeld. Hè? Maar in de eerste 30 jaar dat er de auto was uitgevonden, leek die verdacht veel op een postkoets. Dus wat deden we? We haalden de paarden weg en zetten er een motor op. En verder was het gewoon de postkoets. En eigenlijk doen we dat met de digitalisering ook. We houden de oude manier van werken gewoon in stand en die stoppen we nu in die computersystemen. Maar eigenlijk moet je radicaal herontwerpen. Moet je veel meer... Kijk, een klassieke bureaucratie... Wat moet je herontwerpen? Nou, je moet dus niet meer denken in verticale klassieke bureaucratieën die verantwoorden naar de top. Maar je moet snappen dat we hebben een samenleving, dit is een netwerksamenleving. Daar moet het stromen. Daar zijn de horizontale verbanden veel belangrijker dan de verticale sturing. En dat betekent dat je je werk moet herdenken en redesignen, net zoals die auto. Wat veel belangrijker is volgens mij ook dat we aan de cultuur in dit land gaan sleutelen. Want die postkoets die is gebaseerd op gelijkheid. En we doen in beleid alsof iedere dakloze hetzelfde is, alsof iedere bijstandsmoeder hetzelfde is. Dan kunnen we die systemen goed inrichten. Maar dat is niet zo. Dus we moeten leren om ongelijke gevallen te behandelen naarmate ze verschillen. Dat mag
volgens de Algemene Wet Bestuursrecht. Alleen we doen het niet en we zijn het een beetje afgeleerd. Ja. Daar zit eigenlijk wel een hele tweede belangrijke keuze. Je moet het maatwerk moet je eigenlijk uit die grote fabrieken halen. Nu moet zowel het maatwerk als het, de makkelijke gevallen moeten door dezelfde belastingfabriek, zal ik het maar noemen. Mm-hmm. En je moet eigenlijk zeggen, die twee moet je meer scheiden. En het maatwerk moet je veel meer in samenwerking met de gemeente lokaal, hè, op, bijna op wijkniveau oplossen. En daardoor ook de oplossing leidend laten zijn. En dan de gladde gevallen overlaten aan die grote fabrieken. Die krijgen dan ook meer rust om dat goed te doen. Ja. En nu moeten ze allebei tegelijkertijd. En ja, dat werkt eigenlijk gewoon niet. Ja. Nu tot slot, er is een formatie gaande nu. Wat moet er nu onmiddellijk gebeuren in die formatie om dat, zeg maar, het uitvallen van die overheidsdiensten te voorkomen? Ik denk dat wat er nu moet gebeuren en wat ook vrij gemakkelijk kan gebeuren vanaf morgen, is dat die landelijke uitvoeringsdiensten lokale professionals in staat stellen om, als er iets mis is gegaan, als er iets onbedoeld gebeurd is, dat ze in staat zijn om dat snel weer te herstellen. We hebben nu eenmaal die algoritme, we hebben die systemen. Daar moeten we nog wel een tijdje mee doen, als ik dat van de buitenkant zo beschouw. Maar laten we alsjeblieft, als er iets gebeurt wat niet de bedoeling is, niet zeggen, ja, computer says no, maar gewoon oplossen. Oké, okay. Dus dat is de noodoplossing voor mensen die tussen de raderen vermalen dreigen te worden. Ik moet het hierbij laten, want de tijd zit erop. In elk geval heel hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan.